gisteren de day after, zeg maar. Het was wel een mooi dagje. Dan zit je nog even met de adrenaline te denken aan de wedstrijd. Je slaapt slecht. Op zich slaap je wel slecht, maar je denkt wel aan de leuke dingen natuurlijk. En nu weer een dag verder zijn, dus weer over tot de orde van de dag. En we lekker op naar Boedapest. Moet je nou die euforie meenemen naar Zonhok? Of moet je zodra daar de wedstrijd begint dat parkeren en het helemaal achter je laten? Ja en nee. Ik denk vooral meenemen. Wat ik bedoel met ja is dat je, de teambuilding is enorm nu. Het is een enorme sfeer. We lachen met elkaar. We hebben het over die wedstrijd. We kijken op YouTube de filmpjes terug. Dus dat is supergoed. En nee, ja, kijk, het is een hele andere wedstrijd. Ik bedoel, je speelt weer tegen de beste ploeg van de wereld. Of de één of de beste top 3 zitten ze in. Ze spelen van de week tegen Egger voor de competitie met 15-6. Winnen ze. Nou, Egger die heeft ons aardig ingemaakt van de week. Of 2 weken terug. Dus ja, wereldklasse niveau. We missen 2 spelers, Jacopo en Petar. Dat geeft niet door studie en werk. We weten precies wat we aan zondag hebben. Het is net als de andere Champions League wedstrijden. Gewoon een lekker potje spelen. Thank you.